Hey jongens, stel eens. Kom Tess, pak je aan. Kom maar Tess, kom maar. Het is hartstikke leuk om van hem training te krijgen, ook omdat je ziet dat hij nog zo'n ontzettend goede voetballer is. Hij zit echt in die oefeningen en als je het niet goed doet, dan zit hij er bovenop. En ja, doet hij voor hoe het wel moet, dus dat qua aanpak iets anders dan Ed inderdaad. Dus leuk om wat variatie te hebben. Gepassioneerd en heel anders. Kijk, wij trainen met Ed voornamelijk grote partijen of wat kleinere partijen, maar nooit echt individuele techniek. En Simon is echt een held met individuele techniek. Hij speelt hetzelfde techniek, hij met links. Hier ga je met de rest. Dat is goed. Dat is een goede bal hoor. Goede bal. Oh, nu moet je bal terug in kaart brengen. Terug kaart. Goed afgewerkt, merel. Kaart moet je af en hier brengen. De Ajax-vrouwen trainen in aanloop naar hun laatste wedstrijd van 2015. De tegenstander is PEC Zwolle en zoals elke week wordt er een techniektraining verzorgd door Simon Tahamata. De trainer kwam om te vragen of die vroeg me of ik iets wilde doen met op techniek bij de vrouwen. Natuurlijk, ik kan geen nee zeggen natuurlijk, want we zijn allemaal één, hè? We zijn Ajax. In wezen had ik ook eigenlijk mijn ideeën erover, ja, moet dat allemaal? Ik ben nu een paar maanden bezig met ze en dan zie ik ze echt, ze kunnen toch wel aardig ballen die meiden. En ze willen ook maar door en door, hè? Want aan het einde, jij wilde stoppen, maar Nee, maar ze moeten vanmiddag weer, dan moeten ze kracht doen. Nou, goed. Kijk, dat zijn ook echt liefhebbers, hè? Het is natuurlijk een cultuur waarin de vrouwen het minst lang hier aanwezig zijn. En alle andere teams, daar wisselen trainers ook door. Dus ik vind het eigenlijk meer dan normaal dat natuurlijk wij ook dat gebruik kunnen maken van trainers als Simon. En dat hij dat doet voor ons, daar ben ik heel dankbaar voor. Merel is een speelster eigenlijk die een hele goede linkerbeen heeft. Het is echt ongelooflijk. Ja? Slecht die bal gewoon neer waar ze wilde hebben. En alles met een wreef, alles goede snelheid, technisch perfect uitgevoerd. Ja, precies. Links gaat over het algemeen echt heel goed. Maar ja, je hebt ook nog die ander, dus die moet beter. Ja, mak af. Of af te sluiten. Nou, Jezus Christus zeg. Ja, maar dat is het gevoel. Dat is oefenen. Oh, die is mooi zeg! Handen! Wow. Oh, mooi! Mooi, oh, mooi zeg! Ja, we laten zo meteen nog even wat beelden van jou zien, want dat was natuurlijk een beetje voor hun tijd. Je goals tegen PSV uit 1979, wat zullen ze daarvan zeggen, denk je? Ik denk dat ze zeggen dat het perfect technisch uitgevoerd. Ja, zullen ze geen commentaar erop hebben? Nee, ik denk niet. Ik denk, mocht het zo zijn, dan spreek ik ze nog wel. Ja, dan zal ik ze even naar je toe sturen. Richting Tahamata. Nou, je schiet hij met rechts binnen. Hij is natuurlijk links, dus dat is knap. Maar hij kan wel juichen. Hoort er ook bij, hè? Ja. Nou ja, ik zie natuurlijk, kijk, hij pakt hem perfect bij de stuit natuurlijk. Dat is wel techniek, hè. Daar heb je wel techniek voor nodig. Dus... Dat is mooi. Ik ga nu naar de tweede. De laatste aanval van Ajax. Krol. Oh. Deze. Of link natuurlijk. Tahamata loopt. Oeh. Ja, het is echt puur techniek, de speler. Dat zie je wel. Dat is mooi. Ouderwetse manier van juichen. Zwalbers waren er toen ook al. Ja. Maar hij staat ook op tijd erop. Ja, hij staat op tijd erop. Ja, dat zou ik ook doen als ik snel die bal ga zien. Maar ja, leuk. Ja, het is mooi om te zien, ja. Hij heeft wat meer haar. Ja, leuk. Leuk om te zien. Goeie voetballer is het. Kan hij dat nog steeds? Ja, absoluut. Ja, het is wel grappig dat er twee doelpunten met rechts zijn. Want vooral met links is hij niet van de bal af te krijgen eigenlijk. Ja, we moeten zeggen dat we hem wel zijn pannen hebben gegeven op trainen. Ik weet niet meer wie het was, maar dat was ook wel een mooi moment. Maar hij doet het bij ons ook de hele tijd. Hoor. Maar hij heeft gewoon een hele mooie techniek. Is genoeg om van te leren. Ja, zeker weten. Elke dag. Ja. De Ajax-vrouwen willen 2015 goed afsluiten door te winnen in Zwolle vrijdagavond. En dan gaan ze 2016 in als winterkampioen. Natuurlijk wel omdat Twente een wedstrijd minder gespeeld heeft. Op verliespunten niet helemaal als eerste. Samen met Twente eigenlijk als vanouds strijden we om de koppositie. En die krijgen we. Twente spelen we nog twee keer tegen in de tweede seizoenshelft. Dus alles ligt nog open.